Cambuur verleert mijn minimaal verschil van NEC. Zit nou op plaksontje. Ja, had je nou nog je zwarte mooitje aan door, wanneer dan vol? En Jereveen woen mijn minimaal verschil van Excelsior. Een keer rustig daar werk je. Nou, de Frieske Derby. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de sportcast van Omroep Friesland. Van Hooydonk, knieken bij de linker. Maar ja, die rost die bal echt letterlijk het Van Dommen en de Roos stadion nu. Nou is dit stadion net al te grut. Bangura. Nee, wat is echt dat, denk ik. Die Van Hooydonk komt nu bij de eerste peel en dan nee. Oh, dat scheelt niks. Jongen, wat een pegel. Milan van Ewijk. Goeiedag, Zees. Het is 0-1 en het is Milan van Ewijk. Oh, dan is het een misverstand van de water. Van de water. Nou, Ontrieken. Nou dan. Nee, blokt. Nou, daar is hij dan. Is hij dan? Ja, 2-0. Blokt Jevic. Nou, dit is appeltje eitje. Het is clear, jongens. Of het hij ook kunt. Ja, hij kunt hem al. De score wordt diepen. Het is de 44ste minuut. En het is Lasse Schöne bij een prachtige goal. Is een goal? Nee, oh! Doelpunt Excelsior, maar git het terug. Het doelpunt git net terug. Van de water. Wat was nou, jongen? Wat was nou? Maar wat doe je, Bloot? Is draaien. Hele belangrijke draaienpunten. Ja, en de heren zitten er weer klaar voor. Andor Faber, de vastzitter van de Kees van Wonderen fanclub, Rolf de Vries. En de Jereveen-trainer zelf, Kees van Wonderen. Goed dat je er bent, Kees. Wist je dat, Kees, wat hij nou zegt? Nee, dat wist ik niet. Ik ben een club, hè? Ja. Penningmeester, secretaris. Ja, hij is alles in één. Hij is een groot bewonderaar van jou. Dus goed. We gaan het straks wel mee maken. Dan moet ik straks naar Heerenveen Cambuur en de crisis vragen stellen. En dan denkt hij, oh, dit is de voorzitter van de fanclub. Ja. Nee, ik heb wel een ander beeld dan wat jullie schetsen. Oh, ja, dat dacht ik al namelijk. Ja. Maar goed dat je er bent. Het is de tweede keer dat je te gast bent in de sportcast. Maar je merkt, hè, we zijn een stukje professioneler geworden. We hebben nu ook eigen merchandise, mokken. Ja, dit ziet er heel professioneel uit. Je mag hem mee naar huis nemen. Dank je wel. Alsjeblieft. Je hebt de spelers 2 dagen vrijgegeven. Na de overwinning tegen Excelsior. Maar je gaat vandaag wel zelf aan het werk? Je bent altijd aan het werk als trainer zijnde. Dus dat houdt niet op. Je bent weer de wedstrijd terug aan het kijken. En weer de training aan het plannen. En de weken door aan het nemen. Dus. Je hebt die hele wedstrijd alweer nog een keer gezien tegen Excelsior? Bijna. Een groot gedeelte. Nog niet helemaal klaar. Maar elke wedstrijd wil je helemaal weer terugkijken. Omdat je altijd weer dingen ziet. Of daar weer van leert. Het is altijd interessant om je wedstrijd terug te kijken. En soms wel heel intensief. Maar... ja, dat is iets wat ik belangrijk vind. Ja, want is... jullie dan gewoon de wedstrijd terug zoals die uitgezonden is? Of van jullie eigen beelden, van de videoanalist? Of... nee, wij kijken de beelden, de wide-angle beelden, zo heet dat dan. Dus niet de camerabeelden van tv die dan ingezoomd worden. Maar je kijkt de overview beelden waarbij je het hele veld zeg maar ziet. En ook kan zien wat een achterhoede doet als de voorhoede zeg maar druk geeft. Of dan oh, ja. Zie je alles. Dus dat is wat je eigenlijk terug wil zien. Ja. Breed beeld, wide angle, ik vertaal het. Ja. Ik wilde wel eens nu dan wat Friese woordjes tussendoor gooien, zei omdat ze toch. Nee, wide angle, klopt. Wide angle, dus ik denk breed beeld. Ja. Nee, ik gooi ze niet door, ik hoor wat jullie zeggen. Ja, dat bedoel ik. Probeer ik daar wat van te leren. Ja. Oké, heel goed. Nee, want het is nu vroeg, hè, maandagochtend, maar je gaat straks naar het stadion toe en dan begint echt daadwerkelijk de voorbereiding op Cambuur. Ja, die begint deze week inderdaad. Maar voor jou straks al, denk ik dan. Ja, die is eigenlijk al begonnen hè, met in je hoofd van hoe kom je uit de wedstrijd en de beelden bekijken. Alweer natuurlijk ons gespeelde wedstrijd, maar ook alweer beelden van Cambuur kijken. En zo gaat het weer verder. Ja. Nou, ik heb een aantal stellingen voor jullie allemaal. Even kort een antwoord en dan kunnen we er straks altijd weer op terugkomen. Kees, ik begin met jou. Ik win liever van Ajax dan van Cambuur. Ik zou hem bijna willen helpen nu. Oh. Ja, oh. Nee, bij jezelf. Nee. Nee? Nee. Oh, hij is geslaagd. De voorzitter haalt opgelucht aan. Ja. Wacht, de penningmeester belt. Je mag straks terugkomen. De secretaris van de fanclub belt al. Ja. Nee, hij heeft een goede antwoord gegeven. Oké, Andor. De Friese derby is de moeder aller derbies. 100%. 100%. Ja. Nog een keer naar Kees. Trainen is voor de talentlozen. Nee. Roelof. Ferry de Haan moet in de winterstop absoluut een linksbuiten halen. Ja. En nog even voor Kees. Ik word nog wel eens barend in het zweet wakker als ik over Johan Abma heb gedroomd. Ja. Ja, hè? Ja. Nou, laten we daar maar mee beginnen dan. Ja. Die moet je even uitleggen. Nee, ik heb wel eens gezegd dat mijn debuut in betaalde voetbal, dat was in 1991 bij NEC. Ik speelde eerste divisie. En onze eerste wedstrijd was thuis tegen Emmen. Toen speelde ik rechts hangend, wat Simon Olsen nu bij ons doet. En de tweede wedstrijd moesten we uit naar Cambuur. En toen
nou ja, tegen een goed Cambuur. En wij waren nog, zeg maar, een elftal wat nog een beetje aan het in de stijger stond, zeg maar. En ik stond rechts aan de tegen Johan Abma, inderdaad. En die denderde er steeds overheen. En die vloog er steeds overheen. En jij had geen zin om erachteraan te hobbelen. In Leeuwarden, dus dat was pittig. Ja. Ja. Uitslag, weet je het nog? Ik dacht dat we 4-0 verloren. 4-0? Ik dacht het wel. Ja, dat snap ik wel waarom jij baden in het zweet wakker wordt. Dat is overdreven, maar het was gewoon een lastige wedstrijd. Ja. Iets anders, want jij bent natuurlijk een gepassioneerde trainer. Je vraagt elke training 100% van je spelers. Als je het idee hebt dat spelers niet 100% geven, kan je daar dan goed mee omgaan? Nee, daar kan ik niet zo goed mee omgaan. Dat vind ik lastig. Je bent ook hoe je zelf bent. Ik ben natuurlijk altijd iemand die eruit wil halen wat erin zit. En dat betekent de manier van trainen, erover nadenken. Hoe kom je ergens binnen? Dus als je merkt dat soms ontspannen of niet serieus of niet op een intensiteit gedaan wordt wat je graag wil, dan ben je niet aan het trainen om beter te worden. En daar kan ik niet zo goed tegen. Ja, en wat doe je dan? Nou, dan word je dan boos? Of ja, soms word ik boos. Kijk, je kan mensen aanspreken individueel of je kan het in de groep laten landen. Soms moet je het ook even laten en dan moet je het via een andere manier doen. En soms moet ik ook zeggen van, joh, omdat ik, als je zelf zo bent, wil niet altijd zeggen dat het altijd maar zo, dat je er bovenop moet zitten, zeg maar. Maar dat zit een beetje in de aard. Je bent ook wel eens boos geweest al bij Heerenveen? Ja, ik ben regelmatig kriegelig. Dan word ik wel een beetje geïrriteerd. Soms merkbaar en soms misschien minder merkbaar. Maar ik moet daar, zeg maar, ook de juiste balans in zien te vinden. We hebben het wel eens gehad over plezier en vind je het leuk. Maar kijk, als dingen niet gaan zoals ik vind dat ze moeten gaan, of dat ik ik merk van, nou, we zijn op de goede weg of het gaat op de goede manier. Ja, dan heb ik het niet zo naar mijn zin. Dan daar word ik onrustig van, zeg maar. Dan, ja. We zaten een tijdje geleden inderdaad over dat plezier begin. We hadden met wat is het, 2 weken geleden, denk ik, voor de wedstrijd een gesprek over gelukkig zijn, plezier in het leven. Ja, joh, we gaan zo fietsen. Ja, jullie gaan normaal. Maar toen vroeg ik van, heb je plezier in je werk? Nou, ik weet niet precies wat het antwoord was, maar het kwam er neer op een nee. Nou, toen kwamen we erop dat topsport, hè, je bent natuurlijk allemaal, je bedrijft topsport, iedereen die dat doet vanuit de interne, intrinsieke motivatie van, ja, dat vind ik leuk, daar ben ik goed in, dat vind ik leuk, dat vind ik. Alleen, je wordt zo getest, zeg maar, op hoe hoog een niveau je komt. Of dat nou, ik heb het voorbeeld genoemd van mijn dochter die op een hoog niveau danste. Ja, dat is een auditeersport. Maar welke sport je ook doet, dat is op een gegeven moment is het niet meer leuk. Want dan moet je staande zien te houden in een enorme concurrentiestrijd. En worden dingen gevraagd. En dan is het leuk vinden is even op de achtergrond. Dan ben je oncomfortabel. En dan moet je je zorgen dat je staande houdt. Ja. Dans je dochter nog? Nee, die is... Is mee gestopt? Die is gestopt, ja. Ja. Is er trouwens een trainer die jij vroeger hebt gehad waar jij veel van hebt geleerd? Ja, zeker. Ja, meerdere. Noem eens eentje. Ja, het is een standaard antwoord om te zeggen, je leert van iedereen, hè, ja, in goed en kwaad. Want maar van wie heb je het meeste geleerd dan? Nou, ik heb in de tijd bij Twente, dus toen ze mij vroegen om daar assistent trainer te worden, toen werd Steve McLaren werd trainer bij Twente. En dat was Erik ten Hag, was zijn assistent. Er gingen, Eikelkamp en Jurie Mulder gingen naar Schalke. Die gingen mee met Rutte. Dus de staf moest aangevuld worden. Ja. Daar vroegen ze mij voor. En in die tijd, dus die 2 jaar Twente, het jaar dat wij ook kampioen werden in 2010. Ja, daar heb ik wel enorm veel van geleerd van McLaren. Zeg maar, hoe hij een team begeleidde, coachte, trainde. De hele psychologische bagage die hij meebracht of inbracht. En hoe die spelers allemaal een boodschap gaf. Daar, ja, dat heeft me wel... Ja. Is heel waardevol geweest. Werd hij ook wel eens kriegelig als de spelers niet 100% gaven? Zeker. Ja, zeker. Ja, hij was super een motivator, positief. Weet je, die jongens helpen. Maar hij kon ook. Wij hadden niet zo makkelijke groep. We hadden natuurlijk met Nkufo en Perez en Theo Jansen en Brama, Wisgehof. Hè, dus ook wel oudere spelers. Maar die had hij zo in zijn handen, zeg maar. Die konden niet ontsnappen. En dat betekende soms ook dat hij. Dat hij er bovenop vloog, als het moest, en ook terecht. Ja. Dat was een prachtig spel om te zien, ja.
En Beenhakker, die heb je natuurlijk ook meegemaakt als speler bij Feyenoord. Wat heb je van hem geleerd? Nou, dat het een hele ervaren trainer is. Dat het heel belangrijk is dat een team aan elkaar hangt. Dat iedereen zich daar prettig voelt. Leo was natuurlijk enorm goed in. Wij hadden veel Argentijnse, Spaanstalige spelers. Nou, hij sprak ze talen. Dus hij kon heel goed die jongens bij dat team zien te krijgen. En in hun kracht zien te krijgen. En Dus het team smeden, dat is iets wat hij... Beetje humor erin brengen. Je vertelde afgelopen vrijdag nog een mooi verhaal over die uitwedstrijd Europees tegen, wat was het, Stuttgart? Ja. Haamtje-Einestoende? Ja. Wij wonnen uit bij Stuttgart met 1-3. Dat het een knappe prestatie was. En toen vroegen ze, de journalisten vroegen naar de hand aan Leo, wat is er mis met de Duitse voetbal? En toen zei hij, Haamtje-Einestoende? En toen verloren we thuis met 0-3. Winnen de goal van Bobic. Ja. En toen werden we uitgeschakeld. En ja, toen dan is dat natuurlijk staat in een heel ander licht. Ja, dat was een beetje een pijnlijk moment. Ja. Pijnlijk moment. Ja. Je kiest zelf als trainer de weg van de geleidelijkheid. Zeg maar. Is dat bewust? Want ja, is begonnen als assistent natuurlijk. Je hebt de bewuste keuze gemaakt om te beginnen bij Go Ahead Eagles. In de eerste divisie. Je bent kampioen geworden. En dan nu Heerenveen. Gepromoveerd. Ja, gepromoveerd natuurlijk. Ja, wat zei ik? Gepromoveerd. Het voelde als kampioenschap. En dan nu Heerenveen. Maar je volgt een beetje de leer van Co Adriaans. Hè? Want niet ieder paard is een goede ruiter. Nou, ik volg eigenlijk de leer van mezelf. En ik heb niet zo'n weg dat ik zeg van... joh, ik stippel dat uit en ik wil daar naartoe. En dat heb ik al vaker gezegd. Ik doe wat ik leuk vind. Of wat ik denk wat bij me past. En als dat betekent dat ik... vanuit assistent zijn bij Twente een stap moet maken om bij de KNVB Nationaal Onder 17 te gaan doen. Omdat ik denk dat dat bij me past, omdat ik dat leuk vind. Om daar te leren, nou dan ga ik dat doen. En als ik denk van nou, nu dat heb ik nu gedaan, dat kunstje, dat weet ik. Ik wil nu wat anders doen. En dan ga ik dat doen en als me dat bevalt, dan ga ik weer de volgende deur openmaken. Dus het is voor mij niet al bij voorbaat helder van, nou, ik ga daar naartoe of ik moet... Je laat het een beetje op je afkomen. Je ziet wel wat er op je pad komt. Ja, ik wil doen wat ik leuk vind. En het is niet altijd leuk. En het is niet al, het maar is, je bent wel eens kriegelig. Ja, ik ben zeker wel eens kriegelig. Maar over het algemeen moet ik het gevoel hebben, ik ben hier op mijn plek. Ik kan hier helpen. Ik heb het ook naar mijn zin. En als ik dat heb, dan is het prima. En anders... ga ik wat anders doen. En dat wil niet zeggen... want heel veel mensen vragen ook altijd aan mij... word jij de nieuwe trainer van Feyenoord? En denk ik, ja, maar die is zo... deze vraag komt heel vaak voorbij... omdat ik natuurlijk 8 jaar bij Feyenoord heb gespeeld. Maar ja, want ik zou bijna vragen van... Hey Kees. Ja. Maar ik denk zelf... Ik denk dat de kans dat ik trainer bij Feyenoord... is echt heel klein. Ik zie mezelf geen trainer bij Feyenoord worden. Nee? Nee. Dus waarom niet? Nou, omdat ik... ik heb daar gewerkt. Het is een geweldige club. En het is ook een topclub. Ik weet hoe de dingen daar in ieder geval gingen. Ze hebben daar een geweldige slag gemaakt. Door, vind ik, nu eindelijk te werken zoals een topclub moet werken. Maar ik denk, als je daar gaat werken, moet je zo verschrikkelijk veel beheersen. En wordt er zoveel van je gevraagd. Dat ik niet denk dat ik daarin ga stappen. Nou, vind ik wel een ontboezeming, dit. Je hebt het al eerder een beetje aangegeven wel, hè? Dat die kans klein is dat je naar Feyenoord gaat. Ja, ja. Ja. Nee, ontboezeming niet, maar omdat mensen het zo vaak vragen en denken van, ja, die gaat straks... Ik denk dat die kans... Hebben we het bij deze uit de wereld gehaald? Bij deze, ja. Ja. Bij deze de vraag niet meer te krijgen. Precies. Ja. Maar goed, je doet vooral dingen die je leuk vindt. Roelof, vond jij de wedstrijd leuk tegen Excelsior? De eerste helft niet. Vond je niet leuk? Nee, het was irritant. Irritant zelfs? Ja, aan de bal vond ik het echt heel slecht. Oké. Amissar, die vind ik al weken matig. Ja. Gewoon simpele paasjes op een paar meter, weet je wel, die niet aankomen. Waardoor je niet aan een serieuze aanval toe kunt komen. Nauwelijks kansen gecreëerd. Over de hele wedstrijd was het aantal expected goals ook 0,5 voor Excelsior, 0,6 voor Heerenveen. Dat geeft ook wel een beetje aan dat het aantal kansen wat gecreëerd werd heel laag was. Ik denk dat Heerenveen het, vooral de eerste, wat is dat, kwartier, 20 minuten naar de pauze wel een stuk beter was. Ja. En dat het... nou ja, dat is uiteindelijk op basis daarvan denk ik ook nog wel redelijk verdiend winnen. Al had het ook zomaar gelijkspel kunnen worden nog. Ja, maar heb je je vermaakt?
Ja, eerste helft dus niet, tweede helft wel. Ja. Ja. Ik denk ook een beetje persoonlijk, denk ik dat het, want ik sprak jou natuurlijk na afloop van de wedstrijd. En jij had op zich, was jij wel tevreden, ook op basis van de eerste helft. Maar is dat ook niet het grote verschil tussen een journalist, media en supporters en een trainer? Want een trainer wil altijd de totale controle. Nou ja, jullie hadden wel de controle. Ja, gaan we bij. En media en supporters willen graag spektakel, die willen kansen, die willen goals. En dat was er nu natuurlijk veel minder. Met name de eerste helft dan. Ja. Maar dit komt wel regelmatig terug, merk ik. Dat zeg maar, ik of wij op de bank zitten en dat in dat wat je hebt betraind of dat wat je verwacht, dan ben je best tevreden met dat wat je ziet en hoe ze op het veld staan. Alleen, ik zit dan niet zeg maar, uitgezoomd op de tribune of voor de televisie naar een schouwspel te kijken en ik wil een bepaald vermaak hebben. Dus ik was tevreden over hoe we op het veld stonden, hoe we bezig waren om door een taaie ploeg als het Excelsior is, zeg maar, op dat veld, daar zo in een gesloten organisatie, daar moet je, dat is niet zo eenvoudig om daar doorheen te spelen. Hè. AZ heeft daar als topploeg, liep daar tegen de muur aan. Als ik dan kijk hoe wij dat doen, of we hebben veel minder in die schakelmomenten gekomen waar AZ bijvoorbeeld wel in kwam. Maar zo kijk ik er dan naar. En ik snap dan ook wel dat je als supporter dat je daar dat anders eruit ziet. Ja, maar wij zijn natuurlijk journalist, dus wij spelen weer een andere rol dan een supporter. Maar dus ik vind dat je er ook wel wat rationeler naar moet kijken. Maar ik vind wel, na zo'n wedstrijd tegen Emmen was er best wel wat kritiek over het, ook over uw opmerking dat u best wel tevreden was over het spel, maar ook wel over het resultaat volgens mij, zei u. Ik weet het precies woorden niet meer. Maar nu had ik bij Excelsior in die eerste helft, niet zonder bal, hè? Dat snap ik wel, want je geeft weinig kansen weg, stond goed. Maar aan de bal, gewoon heel matig, gewoon heel veel ballen die ingeleverd werden. Ben je daar wel mee eens, dat aan de bal best wel slecht was? Nee, dat klopt wel, dat er bepaalde onnauwkeurigheden waren, zeg maar, in de passing. Maar dat heeft ook te maken met dat je door een organisatie heen moet spelen, zien te spelen. Mm-hmm. Dat is niet zo eenvoudig. Ik vond juist dat we juist heel geconcentreerd op dat aan het doen waren wat we met elkaar hadden afgesproken. En tuurlijk zijn er onnauwkeurigheden die eruit moeten. Maar over het geheel genomen, wat ik al zei, wat we hadden afgesproken, was ik niet eens zo ontevreden. Over de eerste helft niet? Nee. Niet ontevreden? Wel tevreden ook dan? Of? Nee, kijk, het gaat niet alleen om dat we niks weggeven, maar het gaat er meer om, je hebt veel de bal, je moet er doorheen zien te spelen. Hoe bereid je dat voor? Je maakt dan ook foutjes, dat snap ik. Maar dat heeft ook te maken met wat ik al zei, met AZ, die willen dat ook. Alleen als je dan balverlies leidt en zij komen in de schakeling, troef je daarop af. Dus je moet dat beperken of op dat gedeelte van het veld doen waar het minder kwaad kan. Mm-hmm. Nou ja, dat in dat licht bezien vond ik dat wij geconcentreerd bezig waren om een moeilijke wedstrijd te proberen naar ons hand te zetten. Ja, nee, het was natuurlijk misschien wel een 0-0 wedstrijd. Maar dan komt er in één keer dat schot van Ewijk, was een mooi doelpunt. Mooi doelpunt. Goeiedag. Ja. En dat voor een verdediger. Had Kampioen maar zo'n verdediger. Nou ja, die heeft ooit gewoon met gespeeld. Überhaupt iemand die een doelpunt maakt. Daar willen ze bij Kampioen graag een paar van hebben. Ja. Ja, nee, maar het was echt een heel mooi doelpunt van Milan van Ewijk. En ik vroeg hem de afloop ook van, hij komt natuurlijk steeds dichter bij die keeper. Wat denk je dan eigenlijk? Om heel eerlijk te zijn, ogen dicht. Er was er gewoon echt toef. Dus hij ging de bovenkant in. En ik zag hem zeg maar zo gaan. En ik dacht, shit, misschien gaat hij nog over. Maar hij bleef laag genoeg. En dan zie ik dat iedereen juicht en zo. En ik ook helemaal door het lint gaan. Dus mooi man. Ja, heerlijk gevoel. Ja, 100%. Ik hoop dat ik vaker kan scoren. En eigenlijk beter rendement hebben voor mezelf, voor het team. En vooral gewoon de 3 punten van elke wedstrijd. Die moeten naar Heerenveen toe gewoon. Ja, dat zei Milan van Ewijk gelijk na afloop. Ja, je speelde weer met Sar vanaf links en Olsen vanaf rechts. En ik hoorde laatst bij de collega's ook zeggen van, eigenlijk wel opvallend, dat verderweg je 2 duurste spelers, met Sar en Olsen, eigenlijk op een positie spelen die niet hun helemaal hun eigen is. Vind je dat ook opvallend? Ja, dat is net hoe je het ziet. Kijk, ik denk dat Amin Sar uitstekend daar kan spelen. Dus dat hij alle voorwaarden heeft om vanuit zijn kwaliteit daar een goede invulling te geven aan het elftal. Beter dan in de spitspositie? Nou, dat hebben we natuurlijk ook gezien. Ja, we hebben Amin samen met Sydney voorop zien spelen. En daar heeft hij ook de kwaliteit voor. Maar
Dat is met periodes natuurlijk ook heel moeizaam geweest, waarbij ze weinig tot kansen en goals kwamen. En ik denk dat die hier vandaan nogmaals de kwaliteit heeft Maar hij is toch niet echt een klassieke linksbuiten? Hè? Je hebt echt... Nee, hij is niet een klassieke. Hij kan niet zeg maar stijf aan de zijlijn. Maar de echte klassieke buitenspelers zie je ook niet zo heel veel meer. Hè? Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd van Liverpool bijvoorbeeld. Daar speelt Núñez. Dat is ook een spits vanuit de zijkant. Salah is eigenlijk ook een spits. Maar goed, die kan wel van de zijkant spelen. Maar speelt ook heel erg aan de binnenkant. Dus kijk, is Tadic de klassieke linksbuiten of rechtsbuiten? Je zoekt allemaal je ruimte. Je moet aan de binnenkant kunnen spelen, aan de buitenkant kunnen spelen. Je moet kunnen variëren. Je moet diepte hebben. Er wordt heel veel gevraagd, ook in verdedigend opzicht. Ja, die slag moeten we met elkaar maken. Maar ik denk dat deze jongens dat als ze in hun kracht komen, zeker op die positie kunnen spelen. Ja. Je zou ook kunnen zeggen van Amin Sah vertegenwoordigt waarde voor de club. Dus hoort hij op de positie te spelen die hij het beste kan. Nou ja, ik denk dat wij vinden dat de 9 is, de spitspositie. Sidney van Hooydonk is gehuurd. Die ben je in principe na dit jaar weer kwijt. Is dat ook een argument dat meespeelt? Ja, maar je kijkt naar hoe kun je zo goed mogelijk als elftal op het veld staan. En daarbij heb je niet met 1 of 2 spelers te maken. Je hebt met het geheel te maken. Wat past het beste bij elkaar? En wij hebben geen enkele garantie als we Amin op 9 zetten en Sidney bijvoorbeeld niet laten spelen. Dat in één keer dat hij in één keer 18 goals gaat maken. Dat is. Kijk, ik denk dat we hebben in de tweede helft hebben we dat omgezet tegen Volendam. Nou, toen scoorde hij. Daarna hebben we Utrecht thuis gespeeld. Volgens mij speelde een hele behoorlijke wedstrijd. Had hij misschien wel 2-3 goals kunnen maken, gezien de kansen die hij heeft gehad. En daarna hebben we Excelsior dan gehad. Dat was een lastige wedstrijd, maar had hij misschien ook een goal kunnen maken. Maar soms krijgt hij pas de bal, zeg maar, dan moet hij nog 30, 40 meter overbruggen naar de goal van de tegenstander. Je zou hem misschien liever wat dichter bij de goal van de tegenstander willen. Dat hebben we allemaal natuurlijk. Soms kom je in een fase, kom je verder terug en dan moet je overbruggen. Dat heeft hij ook als spits zijn. Ja, maar je zou ook bijvoorbeeld kunnen kiezen voor een met Olsen achter de 2 spitsen. Dan heb je Sidney, hè, dan speel je 4-2-1. 4-3-1-2. 4-3-1-2. Dan heb je namelijk wel Olsen op zijn favoriete positie, op de team. Dat deed hij ook vaak in Zweden bij Elfsborg. En dan heb je hem wel voorop. Heb je dat ook nog een keer overwogen? Heb je dat wel eens overwogen? Nee, maar je kan meerdere kanten op. Hè. Maar ik denk dat Rami Alhadj nu juist het podium krijgt. Een hele creatieve speler is. Die je ook in kleine ruimtes kan spelen. Die je juist ook daar... wil zien en wil kijken of die het elftal naar een hoger niveau kan tillen. En Simon is niet, die zetten wij niet rechts strak aan de zijlijn aan de buitenkant. Die laten we juist als naar binnen toe komen. Als 10 aan de binnenkant spelen. En ik denk dat hij dat heel goed kan. En hij kan zelfs ook nog wel één positie terug op de positie van Haai of Thibaut Halilovic of Enesteiri. Dat kan hij ook spelen. Ja. Maar je kijkt dus met de mix wat je hebt naar een zo optimaal mogelijk invulling. Ik vroeg je naar Volendam ook van hoe de tweede helft ging je van 3-5-2 naar, hoe je het wilt noemen. Ik vroeg hoe noem jij het? Misschien niet zo heel erg interessante discussie, snap ik ook wel voor de trainers soms. Maar zei je 4-3-3, maar zou je niet beter 4-2-2-2-2 kunnen noemen? Omdat je... Soms staat het zo ook op het veld, ja. Ja, dat klopt. Als die zijkant... Veel, nee, hè? Ja, dat klopt. Als die zijkant heel erg aan de binnenkant spelen, dan ja. Dat klopt. En daarom zeggen we vaak, je bent op zoek naar ruimtes op het veld. En je probeert tegenstanders voor keuzes te stellen. Waardoor ze, dat zag je tegen Excelsior ook. Dat de linksback Chuaon... Die moet dan, moet ik dan met Olsen mee? Maar ja, dan gaat Van Ewijk eroverheen. Ja. Dus dat zijn een aantal zaken waar je met zo'n ploeg mee aan de gang bent. En dat moet even afstemmen. En dat liep tegen Utrecht natuurlijk perfect. In die eerste helft, of eerste uur eigenlijk. Dat je op het middenveld constant de ruimte kon vinden tussen de linies in. En dat is eigenlijk een beetje wat je wilt, denk ik. Waardoor je dus ook... Ja, zeker. Je wil een ploeg zelf in je kracht komen en een tegenstander in twijfel brengen of in moeilijke situaties. En de ene wedstrijd pakt dat hartstikke goed uit en sommige wedstrijden is dat wat lastiger. Maar daarom, dat heb ik ook al vaker gezegd, je moet zoiets langer de tijd geven, daarmee aan de slag gaan. Voordat je iets afschiet of
alweer een andere koers gaat varen. Maar wat overblijft, jij ziet Sar wel als een linksbuiten. Toch zeg jij, Roelof, Heerenveen, Ferry de Haan moet er linksbuiten halen. Ja, ik vind het wel lastig. Ik vind het wel een lastige discussie. Ik vind sowieso dat ze... Dat was vrij uitgesproken aan het begin van dit programma. Ja. Dat moet helpen op een stelling. Ik vind sowieso dat ze wel een linksbuiten moeten halen. Omdat als Amin Sar uitvalt, wie zet je er dan neer? Je kunt Keulen natuurlijk neer uitzetten aan Kuip. Ik vind Kuip eigenlijk eerlijk gezegd niet goed genoeg. Dus en Keulen doet het op een linksback gewoon goed. Ja. Dus je wilt eigenlijk op alle posities... Je moet er eigenlijk komen en niet staan? Ja, ik denk dat hij op zich beide wel kan. Maar ik vind dat hij dat gewoon nu goed uitvoert als linksback. Ja. Dus je wilt ook iemand erachter hebben, denk ik. Dat lijkt me wel logisch. Ja. Andor, wisten ze bij Cambuur niet dat die Schöne aardig kan schieten? Blijkbaar niet. Nee. Tanane kan ook wel redelijk schieten. Ja, maar dat hadden ze wel. Niet... Nee, ook niet in de gaten. Ja, die heeft ook een aantal keer geschoten. 3 minuten ervoor nog, hè? Ja. 3 minuten ervoor. Tanane krijgt alle ruimte op wat is het? 25 meter om te schieten. Ja. Een goede redding van Virginia. En dan 3 minuten later precies hetzelfde bijna. Tik, tik, tik. Schöne, ja. Die kan scoren. Ah, je moet ook zeggen, op zo'n moment is ook een geweldige goal. Dat hij hem in die winkel haakt. Precies. Ja. Dus ook credits aan maar goed, de artiesten. Als trainer zou ik dan zeggen van... Je had wel ietsje dichter bovenop kunnen. Je kan nooit voorkomen dat mensen van grote afstand... Hè, want die kans is natuurlijk niet groot dat er heel veel van die ballen invliegen. Je kan niet voorkomen dat je elke situatie in 90 minuten... dat je schoten van afstand helemaal kan blokken. Dat gaat nou helemaal niet. Nee, dus jullie gaan ook veel schieten van afstand zondag? Wij moeten meer schieten van afstand. Meer schieten van afstand. Ja. Meer schieten van afstand. Maar hoe is de stemming nu bij Cambuur, Andor? Nou ja, 5-12 is het op dit moment in Leeuwarden. Zelfs jij maakt je als een beetje zorgen? Ik heb de vraag veel gekregen afgelopen weekend. Ja. Ik heb verwezen naar dit moment. Ja. En, zeg het maar. Ik maak me wel zorgen, ja. Ja, grote zorgen ook? Ja, als je dit soort wedstrijden niet wint. We hebben het natuurlijk vorige week ook bestempeld als redelijk cruciaal. Omdat ja, want je zei, dit is een hele cruciale wedstrijd, maar nog niet zo cruciaal als die wedstrijden in januari. Precies, die worden echt cruciaal. Ja. Maar ja, goed, met nog uitwedstrijden tegen Feyenoord en Heerenveen op het programma. In de fase waarin Cambuur zit. De fase waarin, zoals Leon Bergsma zei, de geilheid voor het goal ontbreekt. Geilheid? Geilheid, ja. Klopt. Dan is het je reden om zorgen te maken. Ja, want ze zijn degradatiekandidaat nu. Dat zijn ze. Ja, en dat hebben ze nu zelf ook in de gaten. Ik heb het Leon Bergsma gevraagd. Ja, dat denk ik wel. Als je 16e staat en zo moeilijk tot scoren komt wat ik zeg. Ja, dan moet je gewoon realistisch zijn. Dan zijn wij op dit moment degradatiekandidaat. En ik denk qua spel dat wij echt gewoon thuis horen in de Eredivisie. Zijn we misschien wel middenmoot. Want we spelen gewoon redelijk aardig voetbal tot aan de 16. En vandaag komen we ook, wat ik zeg, wel tot kansen. Maar als we niet scoren, als we 3 wedstrijden van de 12 maar scoren en op de positie staan waar we staan, dan zijn wij op dit moment een degradatiekandidaat. Ja, ze hebben geen spits ook die kan scoren. Hè? Als je een spits hebt met 0 goals, dan heb je dus gewoon een probleem. Ze hebben de 3 spitsen zelfs met 0 goals. Ja, alleen Van der Water heeft er 1, hè? Milan Smit 0, Robert Zuldrik is 0. En inderdaad, de enige aanvaller met een doelpunt is Sylvester Van der Water. Ja, maar dat was dan ook de topaankoop van deze zomer. Recordaankoop. Ja, recordaankoop. Ja, heeft hij nog niet laten zien. Nee, want hij staat nu op een andere positie. Hij stond steeds aan de rechterkant, nu vanaf de linkerkant. Ging dat beter in combinatie met Bangura? Ik vond Bangura was goed. Vrijdag, een beetje weer ouderwets, denderen over die linkerflank, zoals hij dat afgelopen jaar ook heeft gedaan. Ik vond Van der Water aan de linkerkant, hij speelde niet heel goed, maar ik vond wel dat hij gevaarlijker is met zijn voorzetten. En daar zat meer in dan van de rechterkant. Er zijn ook een aantal mogelijkheden uit ontstaan. Dus in die zin denk ik dat dat wel redelijk heeft gefunctioneerd. Ja. Maar wacht even, Van der Water was slecht. Ja, hij was heel slecht. Hij was niet goed. Oh, hij was gewoon een doos om zijn schoenen. En, niet normaal. En toch vond ik het... Nee, ik snap wel wat je bedoelt, hoor, dat hij op die linkerkant misschien wel iets beter kan gaan renderen dan aan die rechterkant. Ja. Maar ik vind wel... Als je op een gegeven moment je speelt 4, 5, 6 wedstrijden. Volgens mij, als je die 4, 5, 6 wedstrijden slecht speelt, dan krijg je van een trainer, degene die erachter zit, krijgt dan vaak een kans. Zo werkt dat vaak volgens mij. Een beetje afhankelijk van in welke flow je zit, wat je op training laat zien. Maar zo gebeurt het wel vaak. Nou, Van der Water heeft het al heel lang dat hij niet laat zien. Balk laat het al heel lang niet zien. Daarmee zeg je dus eigenlijk de reden al waarom Van der Water niet gewisseld wordt. Omdat er te weinig achter zit. Nou ja, oké. Okay. Maar dan vraag ik me af... Heeft Sambisa het gedaan met de vrouw van de trainer of zo? Waarom speelt hij niet? Die krijgt gewoon geen minuten. En ik vind dat er veel meer dreiging vanuit gaat dat hij een actie heeft, dat hij iets laat zien.
Maar ja, jij bent geen fan van Sabitzer. Als trainer ben je altijd... Kijk, je wil niet van hot naar her switchen. Dus je wil een jongens ook een gereden periode tijd geven om... Ja. Weet je wel, om weer in hun vorm te komen of om te werken aan. Want het is niet alleen vaak die ene positie van de jongen die misschien wat moeilijker in zijn periode zit. Maar ook nog met de spelers eromheen die gewend zijn om met elkaar te spelen. Dus dat is altijd een dilemma. Wanneer ga je daarin doorrouleren of wisselen? En heb jij de wedstrijd gezien van Cambuur? Ja. Ja, in wide angle? Nee, op de televisie. Gewoon op televisie. Ja. Ja, want er zijn geheime opnames uitgelekt van jouw reactie op het spel van Cambuur. Kunnen we even naar luisteren? Och, wat was die slecht. Ja, echt hè? Die was echt heel slecht. Het was niet zo best. Het was niet zo best. Moet ik hem in perspectief plaatsen? Ja, plaats hem maar. Dat was natuurlijk niet de officiële reactie op het spel van Cambuur. Nee, dat ging over. Ging over Volendam. Ja, ja. Maar is het wel een voordeel voor Heerenveen? Over de eerste helft van Volendam. Ja, eerst zelf. Precies. Zeker. Nog meer nuance. Maar is het een voordeel dat jullie je nu al kunnen concentreren op de wedstrijd tegen Cambuur, terwijl Cambuur eerst nog die wedstrijd moet spelen tegen Feyenoord? Ja, daar zijn ook vaak theorieën over. Wat is jouw theorie? Dat kan je ook zo niet zeggen. Ik bedoel, natuurlijk hebben zij een lastige wedstrijd op donderdag tegen Feyenoord, maar dat is ook weer een wedstrijd op zich. Kijk, heel reëel gezien kun je er ook niet van uitgaan dat ze daar even, zeker in de vorm waar Feyenoord nu zit, daar de punten gaan halen. Dus dat is de zondag daarna, dat is de derby, dat is... dan ben je die wedstrijd van donderdag alweer vergeten. Dat is ook een wedstrijd op zich. Dus of je daar, of wij daarvoor niet hebben gespeeld en zij wel, of dat een... Ik geloof daar niet zo in. Nee. Hoe kijken ze er bij Cambuur tegenaan? Nou ja, daar hebben ze in de afgelopen weken wel over gebaald. Toen Henk de Jong nog trainer was, heeft hij hem er ook over uitgesproken. Dat hij... Ja, wel jammer vindt dat die wedstrijd ertussen is gezet. Heel willekeurig eigenlijk. Want ja, Cambuur heeft daar ook totaal geen inspraak in gehad. Dat hebben we nou eenmaal als Nederlands voetbal afgesproken. Dat we de Europees spelende clubs tegemoetkomen. Dat die kunnen bepalen of wedstrijden rondom Europese wedstrijden wel of niet doorgaan, worden verschoven. Nou ja, Feyenoord heeft daarvoor gekozen. Ajax heeft ervoor gekozen. Dus die beide clubs die spelen dan deze week extra. Daar hebben ze wel van gebaald. Ja, aan de andere kant, het is nou een keer zo. Je hebt er geen invloed op. Zullen we even kijken wat Bosgaard zegt? Ja. Ja, dat kunnen we lastig vinden, maar het is een feit. Dus daar moeten we ook mee omgaan. Dus dat vind ik niet lastig. Wij moeten gewoon zorgen dat we gewoon de vorm die we willen hebben, dat we die krijgen. Dat we goals gaan maken. En dan komt eerst Feyenoord en dan Heerenveen. Dus lastig. Misschien wel, maar we hebben het niet in de hand. Ik bedoel, we moeten spelen tegen Feyenoord, we moeten spelen tegen Heerenveen. Dus nee hoor, dus daar maak ik me niet druk om. Ik maak me drukker weer om morgen. Dat we morgen die kopjes weer allemaal fris krijgen. Dat we weer keihard gaan trainen om goals te gaan maken naar donderdag toe. Ja, want goals die moeten er komen, hè? Poep. Daar gaat het eigenlijk om bij Cambuur. Niet alleen goals. Ook gewoon passie, strijd, organisatie weer goed neerzetten. Eigenlijk alles toch? Nou, ik hoorde net Leon Bersma, die zei qua voetbal hoorden we gewoon in het middenboot de Eredivisie. De tweede helft vond ik helemaal niet zo onaardig. En Cambuur heeft voldoende kansen gecreëerd in mijn optiek. De grootste natuurlijk voor Jamie Jacobs. Sambisa kreeg nog een goede kans. Boeren kwam net. Maar wat is er met Ulrikus aan de hand? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Heeft het alles te maken met zelfvertrouwen, denk jij ook, Kees? Ja, spitsen. Je bent natuurlijk geen spits, maar of geweest. Maar is dat echt alleen zelfvertrouwen? Ja, het is wel een groot gedeelte zelfvertrouwen. Je gevoel... hoe je op het veld staat, met wie je op het veld staat. Maar dat kan ook maar zo weer anders zijn. Van reactie trouwens wel prima, ook van Pascal, hoe die hier op reageert. Hè. Het feit is zo, we spelen die wedstrijden en dat maakt verder niet uit. We moeten klaar zijn om onszelf zo goed mogelijk op de been te hebben en weer verder. En op je eerdere opmerking, kijk, ben ik ook wel eens mee geconfronteerd, is deze cruciaal in deze fase? Kijk, ik snap dat voor Cambuur is het zorgelijk waar ze staan. En daar willen ze ook uit. Maar cruciaal, dat is nog lang niet zover. Nee. Er is nog veel te vroeg voor. Dan plakken we er een ander etiket op. Penibel. Nee, zorgelijk. Noem het zorgelijk. Tuurlijk, je wil daar niet staan. Je wil daar weg. Je wil punten halen. Nou ja, daar is volgens mij... Dus jij maakt je ook grote zorgen over Cambuur? Nee, maar je verplaatst in die situatie. Dan snap ik dat je alleen... een club en een elftal spelers, die hebben gewoon... om verschillende redenen tijd nodig om weer
in hun normale doen te komen. En dat geldt voor de clubs die onderin staan ook nu ja. zo. En wat je ook niet bij Uldrikis moet onderschatten. Hij komt natuurlijk uit Letland, buurland van Rusland. Zijn familie woont nog in Letland. Daar merken ze natuurlijk ook genoeg van de dreiging en de oorlog met Oekraïne. Ja, het is wel een jongen die ook heel erg daarmee bezig is en daarover nadenkt. En dat zou ook een rol kunnen spelen in dat hij momenteel gewoon er niet lekker in zit. Maar het is ook nog een lastige afweging, hè? Want hij haalde natuurlijk Uldrikis eraf voor Boeren. Hè? Dus als trainer heb je ook ga ik hem nou afhalen? Want dat duurt natuurlijk, als hij al niet lekker erin zit, is dit het moment. Maar aan de andere kant, Boeren zit ook te wachten op het moment dat hij, als hij een spits niet draait, wil ik ook mijn kans krijgen. Dus dat... Daar heb je het is een lastig vak. Dat zijn de dilemma's waar je... Als je het mij vraagt, kom je nu wel op een punt dat je zegt van je moet iets. En dan zou inderdaad Boeren, zou ik een alternatief vinden in deze fase om Uldrikis te vervangen. En het is zijn aanvoerder. Dus ik vraag me af of je dat doet. Want dat is nog een extra barrière om iemand te wisselen, denk ik. Maar je komt nu wel op een punt dat je moet iets om... Hij heeft al wat gedaan, want hij haalde Van der Water naar de andere kant. Ja, hij heeft al iets gedaan. En Breij natuurlijk, maar die speelde ook weer een hele matige wedstrijd. Ja, maar die zei ook aan de voorkant, ik weet niet hoe mijn vorm is. Want ik heb nog maar één keer in de basis gestaan. En ik moet elke keer een half uurtje invallen. Ja, dat is ook lastig. En dan kun je ook, of niet verwachten. Maar ik snap wel dat hij het dan lastig vindt om dan in één keer weer er te staan en... Je hebt net trouwens contact gehad met Sjoerd Zulte. Ja. Je hebt hem gebeld. Hij nam op. De beoogde nieuwe man. Ja. Hey Andor, daar ben je. Nou, wat bleef je nou? Hij vroeg, maak je al zorgen? Ja. ik heb hem gebeld. Hij was niet bereikbaar. En toen liet hij weten dat hij in Florida zit. Op vakantie. Zo. Amerika. Hij reageerde heel netjes via WhatsApp. Dat hij met Cambuur heeft afgesproken dat hij niet naar buiten treedt in de media zolang er gesproken wordt met de club. En hij zei, als er inderdaad een akkoord komt, dan is hij natuurlijk bereid om alle toelichting te geven en dan met ons in gesprek te gaan. Dan ben jij de eerste. Hij zei, dan ben jij de eerste. Oh, en mooi. Maar snap jij, want het zal wel rondkomen, toch? Dat verwacht ik wel. Het was trouwens 29 graden in Florida. Oh, dat is niet onbelangrijk. Dat is niet lekker. Dat is niet gek. Nee, zeker niet. Maar snap jij ook dat hij kiest voor eerst maar Pascal Bosgaard tegen Feyenoord op de bank en dan ook nog tegen Heerenveen en dat hij daarna pas overneemt? Ja, dat snap ik heel goed. Want? Je wil niet beginnen met twee nederlagen. Zo zou je het kunnen benoemen. Maar je zit natuurlijk in een week waarin je eigenlijk heel weinig aan trainen toekomt. Omdat je hebt inderdaad donderdag die wedstrijd. Je hebt dan nu een aantal dagen. Vrijdag, uitlooptraining. Zaterdag is de tweede dag na de wedstrijd. Hebben spelers vaak het meeste last van de pijntjes. En dan is zondag die wedstrijd er al. En dan is het winterstop. Ja, dus jij snapt dat. Ik hoorde Roelof zuchten. Jij snapt het niet, denk ik, hè, Roelof? Ik stel een vraag aan de expert, want ik ben geen trainer. Nee, maar ik wil eerst weten wat... Jij ging opeens heel opzichtig lopen zuchten. Ja. Heel opzichtig ook, dat is wel bewust. Ja. Maar ik vind helemaal niks. Ik vind, als je kunt kiezen uit twee opties. Hè, en we weten niet wat de beweegredenen precies zijn van Sjoerd Zulte, dus het is een beetje suggestief. Maar als je kunt kiezen tussen twee opties. Of je kunt meteen beginnen, of je wacht, wat is het? 3-4 weken voordat je pas aan de slag kunt. 3-4 weken? Nou ja, vanaf het moment dat Henk opgestapt is of bekend is dat hij ophoudt, had je meteen kunnen beginnen daarna als ze akkoord hadden gehad. Dus je had ook al... Als ze een akkoord hadden gehad. Ja, dus er zit 3-4 weken tussen beginnen of niet beginnen. Die keuze heb je. Ja, maar het is niet zo dat op donderdag Henk de Jong opstapt en dat vrijdag dat er een akkoord is. Die gesprekken die zijn nu nog gaande. Ik weet even niet meer precies hoeveel tijd er tussen zit. Is het dan 2 weken? Het is nu 2,5 week geleden dat Henk de Jong... Nou, laten we gaan uitgaan van 2,5 weken geleden... Dat Henk de Jong gestopt is, okay. Ja. Oké, dus dan zou je in een aantal dagen zou je eruit kunnen komen. Misschien een week... Je hebt in ieder geval de keuze, nu beginnen of een paar weken later. Dat is de keus. Ik zeg, hoe eerder je kunt beginnen, hoe sneller je kunt smeden aan het team. Dat de spelers aan jou wennen, dat jij bent aan de spelers, dat je bezig kunt zijn met die selectie. Daar heb je veel meer winst bij. En nu kiest hij, ik weet niet of dat wat voor beweegredenen er zijn, kiest hij ervoor om even te wachten en pas na die wedstrijden te beginnen. Kees, is dit een goed moment om in te stappen als trainer bij Cambuur? Nou, wat Roelof zegt, de beweegredenen weet je niet. Ik kan me ook voorstellen dat Churchill T, even van uitgaande dat zij daadwerkelijk min of meer hebben afgesproken, ik word een nieuwe trainer, dat hij zegt van, joh, ik ben er nog niet klaar en los mee met dat wat ik heb ervaren. Ik wil eerst gewoon een periode, tot dan heb ik gepland. Ik ga nog naar Florida, ik wil even er los van komen van Fortuna, voordat ik weer in een nieuw avontuur stap. Dat zou een hele goede reden kunnen zijn.
als je daar wel los van bent en je bent vrij en je wil aan de slag, dan ga ik wel met Roelof mee. Dan zeg je van oké, maar dan ga ik ook aan de slag. En dan is er niet een perfect moment, maar dan spring ik erin. Maar we weten de beweegredenen niet en ook niet. Nee, hij zit nu lekker in Florida, begrijp ik. Maar het is natuurlijk ook zo. En tuurlijk ga je niet met die intentie aan de slag. Maar stel, hij was begonnen voor NEC. Nou ja, Cambuur zit in een moeilijke fase. Je loopt in één week tegen teleurstellende resultaten op. Waaronder de Friese derby. Ja, daar sta je er lekker op. Dan sta je al met 2-0 achter. Maar dat is toch niet het belang van de club? Dat is het belang van jezelf. Van, ja, daar sta ik er wat minder op. Ja, lekker belangrijk. Het gaat erom dat je in die Eredivisie blijft. Dus ja, hoe sneller je kunt aan de slag kunt met die club, hoe beter het is. Ja, en in de winterstop heb je een trainingskamp in Spanje. Kun je een week lang, heb je nog een ja, je hebt eigenlijk gewoon een extra voorbereiding die je kunt draaien vanaf het begin. Ja, ik vind het een logische stap. Als je kijkt wat Marie Stijn vorig jaar bij Sparta heeft gedaan, welk moeilijk moment die in is gestapt. Ja. Die heeft 10 punten gehaald in de laatste 4 wedstrijden. Die heeft Sparta in de Eredivisie gehouden. Ja, dus ik... Iedereen moet dat maar voor zijn. In ieder geval de derby. We kunnen trouwens kunnen kaartjes gewonnen worden. Wat was de vraag ook alweer? Weet jij het nog? Wie maakte de gelijkmaker in de 1-1. Vorige Friese derby? Ja. De 1-1 voor Cambuur. Voor Cambuur. Weet jij het antwoord? Dat was Heerenveen Cambuur. Heerenveen Cambuur, ja. De 1-1. De 1-1. Weet je? Ik weet wel de 3-3. De 1-1 moet ik even over nadenken. Nou, geeft niks. Geeft niks. Want... en dan kan je natuurlijk het antwoord sturen naar sport@omroepfriesland.nl. We gaan het hebben over... Die 3-3 was wel leuk, want ik heb vorige week opnames gemaakt met Joost van Aken en Mitchell Paulussen. Joost van Aken was de man die de 3-3 maakte en Mitchell Paulussen dacht dat hij de held was van Cambuur was, met die 2-3. Dus hebben we teruggekeken, groot scherm, en die wedstrijd teruggekeken. Die reportage komt morgen. En het schijnt trouwens dat de cornervlag staat bij Joost van Aken in de tuin. Ja, want hij scoorde en hij wou eerst zijn shirtje uittrekken, maar dat wilde niet. En dat shirtje toch maar weer aan en toen liep hij naar die cornervlag. En hij was natuurlijk in eerste instantie de slemiel, want hij kwam erin voor Mitchell Bakker, Nick Bakker. En hij veroorzaakte die penalty. Vervolgens scoort hij toch nog de gelijkmaker in de allerlaatste minuut. Terwijl hij, het was ook meteen zijn laatste wedstrijd van dat seizoen. Dat wist hij eigenlijk tijdens de wedstrijd al een beetje, want hij raakte weer geblesseerd. Had toen ook een aflopend contract. Aflopend contract, dus hij dacht al een beetje, misschien is dit wel mijn laatste wedstrijd ooit voor Heerenveen. Dus hij scoort in die 96e minuut, die 3-3. Dus allemaal emoties gierden door zijn hoofd. Hij loopt naar die cornervlag en trapt tegen die cornervlag aan. Milo van Ewijk pakt die cornervlag ook nog en ging hij eruit. En toen zei bij Heerenveen, zei ze, daar hebben we niks meer aan. Niks meer aan. En hij vond het zonde om hem weg te gooien. Dus nu staat hij bij Joost van Aken in de tuin. In de tuin van zijn vader. In de tuin van zijn vader. Nou, goed verhaal. Pikken we toch weer mee in deze sport. Kijk, ik had ook te veel informatie weggegeven over de documentaire die je hebt gemaakt. Ja, je hoeft niet meer te kijken. dit was de rode lijn. Hier draait het allemaal om. Nee. Er zit nog veel meer. Zit zoveel lagen in. Dat is ongelooflijk. Je hebt natuurlijk bij Bennekom, maar we gaan verder over de derby. Je hebt natuurlijk bij Bennekom gespeeld. Ik had eventjes opgezocht. DTS uit Ede, was dat jouw allereerste derby? Nee, in mijn tijd had je Bennekom Lunteren, zeg maar. Dat was ook de burenruzie. Oké. DTS speelde niet op hetzelfde niveau toen. Maar DTS Bennekom dat is al een voorbeeld van. Van een derby. Van de burenruzie. Ja. Hou je ervan, die sfeer? Ja, prachtig. Ja. Wat is de mooiste derby die jij hebt gespeeld? De mooiste derby is... En voor het gemak, Feyenoord-Ajax is natuurlijk geen derby, maar wel een klassieker. Nou, die zou ik dan noemen. Ja. Ja, daar stond 1-0 achter, toen maakte ik 1-1. Dus in het jaar dat we kampioen werden, dus die was wel heel bijzonder. Maar mijn mooiste... Denk je daar nog wel eens aan, dat je toen die 1-1 maakte? Die zit wel op mijn netvlies. Ja, hè? Dat is de Kuip explodeert, zeg maar, tegen Ajax. Kolenvlag kapot gemaakt. Ja. Nee. Ik lag in de goal, want... Frank de Boer wilde die bal nog wegtrappen en die schopte tegen mijn hoofd. Dat is wel een beeld wat je nog voor je hebt. En, het ultieme moment, zeg maar, om in zo'n wedstrijd een belangrijke goal te maken. Ja, dat is ultiem. Een van de mooiste momenten uit je voetbalcarrière. Ja, dat was wel een mooi moment. Ja. Zeker. Ja. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen 2 jaar bij Go Ahead, hebben we natuurlijk de afgelopen jaar dan, 2 derbies gehad met tegen Zwolle. Ja. Dat is natuurlijk ook gevoelig. Ik heb daar een quizvraagje over. Ja. Ja, wat is de overeenkomst, jongens, want jij weet het misschien wel, de overeenkomst tussen Fouke Boy en Kees van Wonderen? Beide een IJsselderby gewonnen als trainer van Go Ahead. Ah ja, dat hebben wel meer trainers natuurlijk, een IJsselderby. Weet jij het zelf? Beide derbies gewonnen? Beide derbies in 1 seizoen. Ja. Ja, en er was nog een trainer die dat ook voor elkaar heeft gekregen bij Go Ahead Eagles. Dat was Bob Maaskant. Oké. Bob Maaskant. Nou ja, goed. Oh. Voor de meeschrijvers. Vader van toch? Ja. Van Robert Maaskant. Maar is het voor een trainer het beleven van een derby ook anders als hoe je het beleefde als speler?
Ja. Ja. Als speler voel je het nog intenser dan dat je als speler of als trainer hebt. Als trainer sta je toch iets meer analyserend, observerend. Ben je het aan het begeleiden? Haal je een beetje de hete, hoe zeg je dat, atmosfeer eromheen een beetje relativeren, laat ik het zo zeggen. Kan dat bij een derby? Ja, dat kan. We hangen straks allemaal weer spandoeken bij Akkerum. Welkom in de hel. Ja, nee, maar ik heb... Het is een van de 34 wedstrijden, zegt... Nee, het is prachtig om dat soort wedstrijden te spelen. En die moeten... En het mag best schuren. En dat is prachtig. Maar ik heb vorig jaar ook gezegd met Go Ahead tegen Zwolle. Ik hoop gewoon oprecht dat Zwolle in de Eredivisie blijft. En dat zijn niet veel Go Ahead supporters die dat zeggen. Maar je wil graag ieder jaar zo'n derby spelen. Ja. Dus ik snap best de rivaliteit en dat clasht. En dat moet ook, dat is leuk. Maar tot op zekere hoogte heb ik wel altijd zoiets. Ja, toch. Want jij zei aan het begin van dit programma... ik wil toch liever dat tot grote opluchting van de voorzitter. Nou, ja. Ik wil liever van Cambuur dan van Ajax. Maar ik kan me ook wel herinneren dat jij een keer hebt gezegd van... ja, eigenlijk win ik met Heerenveen graag eens een keer van een topclub. Ja, ze hebben mij aan het begin van het seizoen de vraag gesteld... wat zou je het liefste? Zou je het liefste de derby winnen? Of welke wedstrijd zou je het liefste willen winnen? En toen zei ik van, nou, ik zou het wel leuk vinden om met Heerenveen... in Heerenveen van een topclub te winnen. Maar uiteraard een derby, ja, dus dat is kiezen tussen... maar dat gaf ik toen als... Maar ik snap dat ook wel, omdat je misschien... je hebt wel eens vaker van... Ja, heb ik wel eens vaker van een topclub gewonnen natuurlijk. Maar van, ja, Cambuur staat nu redelijk onderaan. En je wil je ook graag meten met de clubs die boven je staan. En dat is natuurlijk een Ajax, een PSV, een Feyenoord. Ja, dat zijn clubs die zijn zo ver boven de andere ploegen. Ook qua mogelijkheden en qua... En op het moment dat je daarmee kan levelen... Of als je daarmee in de buurt kan komen... Of zelfs die daarvan zou kunnen winnen... Ja, dat is echt wel bijzonder. Wat Cambuur... een aantal weken heeft gedaan met 3-0 winnen van PSV. Dat is echt heel knap. Ja, dat kun je ook wel wat zeggen over PSV. Maar het is ook gewoon echt knap dat je met dat grote verschil en mogelijkheden van zo'n club weet te winnen. Dat vind ik echt knap. Ja, de naam viel net al even, Fouke Boy. Heb je daar nog nieuws over? Nog niet. Want die zegt, ja, mijn toekomst is momenteel niet relevant. Want er is allemaal iets anders. Geruchten, Andor, dat hij bezig is met zijn laatste seizoen. Ja, maar goed, dat is natuurlijk allemaal begonnen bij ons in de sportcast. Toen hij openlijk zijn twijfels heeft uitgesproken. Hij heeft met Autograaf gesproken. En nou ja, momenteel zijn ze druk met het trainen. Maar goed, de verwachting is wel dat Cambuur ook de organisatie anders gaat inrichten. Dat de technisch manager, dat die misschien wel verdwijnt. En dat er een technisch directeur voor in de plaats komt. Nou ja, inderdaad, er gaan geruchten, er worden namen genoemd. Noem eens wat namen. Etienne Reinen is een naam die ik heb gehoord. Waar Cambuur mee bezig zou zijn. Komt hij ook niet uit Zwolle oorspronkelijk? Ja, hij komt ook uit Zwolle. Toch weer de Zwolse link daar, hè? Hij is assistent ook daar. Ja, hij is assistent bij het eerste elftal van Dick Schreuder. Dat is een naam die wordt genoemd. Je had ook nog een naam. Marco van der Heijden. Marco van der Heijden. Maar, nou ja, dat lijkt me een beetje onwaarschijnlijk. Maar Etienne Reinen zou misschien... Heeft een succesvol eigen scoutingsbedrijf. Marco, ja. Voor nog wat mooie werkgevers ook. Dus. Maar nog even over derbies. Want, u zei terecht van je probeert als trainer de sfeer misschien ook een beetje, nou ja, dat rauwe randje eraf te halen. Zouden ze dat gisteren in Spanje ook hebben gedaan, in Sevilla? Ja. El Gran Derby. Oh ja. Drie rode kaarten. Drie rode kaarten, ja. 1-1. Het was ja. Ook wel grappig, want we spraken met Andries Noppert na afloop van Excelsior. En vroegen we hem ook aan de mooiste derby die hij heeft meegemaakt. En hij heeft er natuurlijk ook wel een aantal gespeeld. Maar zijn mooiste derby was van Foggia tegen Spezia, volgens mij, zei hij dat. En dan gingen volgens mij ook de brandende scooters vanaf de tweede ring. Ja, maar goed, dat zullen we waarschijnlijk zondag niet meemaken. Maar hoe probeer je dat rauwe randje er wat af te halen? Hoe doe je dat? Of wil je juist ook niet dat gevoel behouden? Dat het zoiets is op leven? Dat gevoel, dat blijft wel. Dus ja? daar hoeven we niet zoveel moeite voor te doen. Dat is gewoon aan beide kanten zal dat heel erg emotioneel over zeggen dat er beladen zijn. Ja. Alleen je wil als trainer dat een beetje kaderen en een goede richting, zover als mogelijk een goede richting in manoeuvreren. Kijk, dit zijn wedstrijden op zich. Het is niet bepalend in je zegt, nou, het is één of twee van 34 wedstrijden. Dat zei Van Basten. Ja, daarom zei ik het. Ja, heel plat geslagen, is dat ook zo? Gewoon alleen, drie puntjes. Het zijn wedstrijden op zich, twee mooie wedstrijden op zich. En dat mag emotioneel zijn, alleen... hoe je dat aanvliegt als coach, daar moet je ze wel soms een beetje een richting op geven om dat
uiteindelijk het kans op succes, want daar doe je het eigenlijk voor, te vergroten. Ja. Het zegt wel wat, hè? Want afgelopen vrijdag bij de wedstrijd Cambuur-NEC, teleurstelling in het stadion na de wedstrijd. Spelers die maken een ronde, bedanken het publiek. En op een gegeven moment bij de Noordtribune, daar staan er allemaal fans en schreeuwen en spelers die er naartoe gaan. En uiteindelijk die fans die gaan allemaal joelend en juichend het stadion uit. Nou ja, wat bleek nou? Die hebben die spelers nog wel even duidelijk gemaakt van ja, oké, we staan er niet goed voor. Maar aankomende zondag, dan moet het gebeuren. Nou ja, dat zijn natuurlijk wel de dingen eromheen die zo'n derby ja, mooi maken. En die dat zweetje nu dus al opstoken, terwijl Cambuur inderdaad nog gewoon tegen Feyenoord speelt. Ja, absoluut. Maar goed, ja, het begint toch al een beetje te kriebelen, ja. De derby. Bij ons wel, lekker, tenminste. Ja, bij jou toch ook, of niet? Het begint een beetje te... Ja, de kriegeligheid is weg. Trouwens, wat ook nog komt, voor de derby, de bekendmaking van Louis van Gaal, de WK-selectie, dat is aankomende vrijdag. Ja. Komt echt belachelijk veel media op af bij Heerenveen, begreep ik al. Ja. RTL Nieuws had ook al gebeld, die komen ook langs, RTL Nieuws. Er komt waarschijnlijk een speciale persconferentie, zijn ze nu misschien mee bezig met alleen Andries Noppert, die dan alle vragen gaan beantwoorden. Maar gaat hij mee? Wat denk jij? Nou, dat zou wel fantastisch zijn als dat zou gebeuren. Ja, wat denk je? Ja, dat is zo moeilijk. Of ga je niet op de stoel van de bondscoach zitten? Heel moeilijk. Ik bedoel, ik snap dat in die laatste wedstrijden hebben ze hem uitgenodigd. Ze willen natuurlijk een beeld van hoe hij is, hoe die is op het trainingsveld, maar ook vooral hoe die is in de groep. Hè, wat neem ik mee straks? Maar je hebt ook te maken met Justin Bijlo bijvoorbeeld, dat een jonge, talentvolle keeper is bij Feyenoord. Die tegen Lazio ook goed gedaan heeft. Die afwegingen... Wat zou jij doen? Wat zou jij nou doen? Ik zou Andries meenemen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, niet zo lang meenemen die lange. Ja. Ja, wat een held is dat. Nee, maar hoe hij in korte tijd, hoe hij zich heeft opgericht. En in wat voor lange tijd hij in een hele lastige situatie heeft gezeten als keeper. Maar ook hoe bijzonder ze die zich nu laat zien. Met al zijn kwaliteiten, zijn durf en zijn lef. En jij zag het als een van de eerste. Nou, nee, ik moet eerlijk zeggen... dat ik ook niet had verwacht dat hij het zo zou doen. Ik bedoel, Harmen Cuperus is degene die hem als keeperscoach bij Go Ahead heeft gehaald. Omdat hij altijd heeft gezegd, dat is in potentie een hartstikke goede keeper. Als je ermee aan de gang gaat en hij ook wat knopjes op de juiste stand weet te zetten. Maar hele lange tijd bij Go Ahead had ik ook zoiets van, ja Andries, jij moet echt nog wel een hoop verbeteren. Wil je überhaupt kans maken om op die goal te komen te staan? Nou, uiteindelijk heeft hij dat zelf uiteindelijk voor elkaar gekregen. En laat hij nu hele mooie dingen zien. Ja, absoluut. Jongens, we zijn aan het einde van deze podcast. We gaan gewoon door, hè, trouwens, tijdens het WK. Gaan we gewoon door elke week. Want wij zijn er altijd. Wij zijn er eigenlijk altijd. Maar voordat we eruit gaan, heb ik nog een paar hele korte vragen over het WK, Kees. Op welke plek eindigt Nederland? Nederland komt sowieso wel in de kwartfinale. En dan wordt het... Argentinië, geloof ik dan. Of Brazilië, geloof ik. Die kunnen we in de kwartfinale dan tegenkomen. Oké, nou dan gaan we dus naar de halve finale. Dat zou mooi zijn. Dat zou mooi zijn. Welk land wordt de grote verrassing? Gaan wij ook meedoen? Dat is een goeie. Denemarken? Denemarken. Wie wordt topscorer van het toernooi? Ja, Mbappé. We gaan naar Mbappé. Mbappé. Ja. Wat wordt de finale? De finale wordt dan Frankrijk-Nederland, als dat kan. Weet ik niet eens. Geen idee. Ja, en dan nu natuurlijk, wie wordt de wereldkampioen? En laten we dan hopen dat Nederland uiteraard wereldkampioen wordt. Ja toch, met strafschoppenserie. En dan pakt die lange Noppert. Die komt in de finale. Die de beslissende bal. En dan gaan we met z'n allen die grachten in op die woonboten staan. Ja, en dan gaan we speciaal ook een gracht door Jouren. Door Jouren. Ja, natuurlijk. Pak toch eventjes. En dan die lange op het voordek. Een rondvaart voor Noppert. Het scootsje van Jouren maken we klaar voor een rondvaart met Andries. Voor de grachten van jou. Hartstikke goed. Ja, jongens, volgende week zijn we er gewoon weer. Hartstikke bedankt dat je hier was, Kees. Heel veel succes. Aankomende zondag. Dankjewel. Bij de eerste keer voor jou de Friese derby. Moeten we ook nog even zeggen wat wij doen aankomende zondag? Oh, even snel dan. Extra programma op de radio vanaf 1 uur tot 6 uur met topanalisten. Wie? Sander van der Heijden en Johnny Jansen. Die gaan een stoelpoten zagen. Die gaan stoelpoten zagen, ja. Die gaan
trainers onder druk zetten. Nee, dat is gekheid. Die zitten de hele middag bij. Jij doet het commentaar met Geert van Duinen. Roelof presenteert. Ik ben een soort vliegende keep. Ik wandel door het stadion. Ik schiet iedereen aan die wat te vertellen heeft. Dus zondag van 1 tot 6. Zelfs tussen 5 en 6 hebben we nog de beide eerder voorzitters. Riemen van der Velde, Ieper Smit. Mits Riemen fit genoeg is trouwens. Hebben die ook nog. Dus dan kun je ook als je na de wedstrijd in de auto zit of thuis bent. Ik wil nog eventjes. Nou, dan kan dat ook nog even. Hartstikke dus mooi. En dan gewoon maandag weer een podcast om terug te kijken. Wat ik trouwens opvallend vond. De aankondiging. Of ik weet niet of de aftiteling van Studio Sport. Toen benoemde Tom Egberts de Rotterdamse derby. Feyenoord Excelsior van zondag. En hij liet de Friese derby onbenoemd. Schandalig. Dat kon eigenlijk. Dat maakt het allemaal mee. Dat is de arrogantie van Tom Egbers. Hoe hij dat in zijn hoofd heeft gehaald. Dat vind ik heel slordig. Nota bene als Heracliet. Dat hij later ook voor zijn kop slaat. Ja. Hoe dan ook. Fijne avond. Dankjewel. Tot na je weekend.